Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Bank Giro Loterij. Onze gast van vanavond is presentatrice. Ze oogt jong en spontaan, maar schijnbedriegt, want ze weet extreem goed wat ze wil en houdt het liefst alle touwtjes strak in handen. Ze is een vakvrouw in hart en nieren en weet moeiteloos elke man en elke vrouw te ontwapenen. Het doel in haar leven is, zegt ze, dichter bij mensen komen. Ze is zeer succesvol, maar ze heeft gezworen om haar levensgeluk nooit van dat succes af te laten hangen. Ze is geboren en getogen in het Brabantse Bokstel. Ze volgt een theateropleiding, belandt bij de televisie, wordt presentatrice bij Klokhuis en groeit uit van kinderidool tot kijkcijferkanon. Beste televisievrouw van het jaar 2009 is Yvonne Jaspers. En wint maar liefst 3 keer de televisierster. Miljoenen mensen denken haar te kennen, maar is dat ook zo? Hier is Yvonne Jaspers. Staan we hier op een doodstil pleintje voor je ouderlijk huis, naast de kerk. Ja. En dit is de plek. Het kijkcijferkanon van Bokstel. Ja, ja, van Bokstel. Dit is de plek van je jeugd, hè? Ja. En ook nog wel van nu, want eigenlijk, ik ga nog heel vaak hier naartoe. En dan neem ik de kindjes mee en het wordt ook alweer een beetje hun plek. Ja. Dus het gaat wel door. Maar wij gaan niet hier poseren in je ouderlijk huis. Wij gaan naar een andere plek. Wat is dat? De Kleine Aarde. Daar was Bokstel ooit heel erg trots op. Dat was 30 jaar geleden helemaal vooruitstrevend als het gaat om duurzaamheid. Ik heb daar als kind geleerd zuinig zijn op bomen. Dat is wat ik ervan begreep toen. Het gaat gewoon over het milieu en daar goed mee omgaan. En dat was een plek waar we altijd met heel veel kinderen naartoe gingen, waar we gingen spelen. Ik heb daar hele warme herinneringen aan. Vandaag is Yvonne niet de presentatrice, maar het model van 3 kunstenaars. Ieder met een geheel eigen stijl. Zo houdt Rob de Reus met dit prachtige atelier in Uitgeest van een zo realistisch mogelijk portret. Maar daaromheen creëert hij een wereld die alleen hij kan bedenken. Fred de Heij is een veelzijdig kunstenaar en houdt van afwisseling. Hij leeft zich volledig uit met het maken van illustraties en stripverhalen. Maar als portretschilder wil hij zijn model vastleggen zoals hij haar ziet. Geen fantasie dus, maar gewoon een momentopname. Maar dan wel een hele mooie. In Oegstgeest vinden we Ans Schumacher. Ze is autodidact en in haar kleine atelier aan huis werkt ze het liefst op grote doeken met daarop alleen een kop. Het liefst van een jonge blonde vrouw. Ze zoomt in op het gezicht van haar model en zet haar jong en met een beetje glamour op het doek. De kunstenaars weten niet wie ze vandaag gaan schilderen, maar alleen dat ze hier in Bokstel aan de slag gaan. Wat zullen ze van hun speciale model vinden? Welkom. Onze gast van vanavond komt hier vandaan, Bokstel. Woont hier al jaren niet meer, maar heeft hier vroeger heel veel gespeeld. Presenteert inmiddels ongekend populaire televisieprogramma's. Hebben jullie enig idee wie wij hier als gast vanavond zullen ontvangen? Yvonne Jaspers. Yvonne Jaspers. Want? Bokstel. En omdat zij erover gedroomd had. Ans had gedroomd over Yvonne Jaspers. Ja. Was er een aanleiding voor? Of, Ja, natuurmens, vind ik. Komt uit Bokstel, dat wist ik. Had jij ook gedroomd over nee, wie dan ook? Gedroomd. Nee. Nee. Nee, ik heb geen idee. Maar, nee, ik weet. Als het nou een hele oude, knoestige tv-ster man is, wil je dat leuk vinden? Minder. Koos Postema. Die vind ik nog wel een leuke kop hebben trouwens. Ik geloof dat we nu ongelooflijk gaan fantaseren over wie het is of wie het zou kunnen zijn. Zijn jullie eraan toe om de gast binnen te vragen? Ja.
Nou, ik ook. En de gast waarschijnlijk ook. Laat de gast maar binnenkomen. Wat onverwachts. Ja, jullie hadden het helemaal goed. Als je mag, hè. Yvonne. Hallo. Hi, mijn roep. Yvonne. Ans begint helemaal te stralen. Ja, ik heb het gedroomd. Gedroomd? Gedroomd. Wat droomde je dan eigenlijk? Ik weet niet, je kwam erin voor. Ik droom heel gotisch, maar je kwam erin voor. Nou, en? Voorspellende dromen. En is ze precies zoals je droomvrouw? Ja. Geweldig, echt geweldig. Ik ben blij dat je er bent. Ik ook. Nou, Yvonne, ga jij lekker zitten. Het wordt een lange dag. En jullie aan het werk. En ik wens jullie ongelooflijk veel plezier en succes. Ja, succes jullie. Dank. Goed. Jullie beginnen gewoon. Ja, beginnen gewoon. Gewoon meteen, hoppakee. Zullen we misschien afspraak maken hoe ze kijken of niet? Is voor jullie iets... Maakt het jou uit hoe jij ervoor staat? Ja, ik vind het prettig als ze me aankijken, maar dat is voor jullie... Maar ik kan toch een beetje heen en weer doen? Ja hoor, doe maar. Ah, misschien wil je wel een profiel. Ik heb geen kin, dus dat mag niet. Zou je ook even niet kunnen lachen? Oh. Maar jij lacht altijd, hè? Nee, ik lach eigenlijk nooit. Oh, nou, doe het nou even ook. Maar jullie willen misschien weer lachend. Ik ga niet lachen. De eerste zenuwen zijn verdwenen. De kunstenaars krijgen vandaag een aantal uren de tijd om Yvonne grondig te bestuderen. Over 2 weken is de onthulling en dan ziet Yvonne de 3 kunstwerken voor het eerst. Zijn er alweer boeren in het verschiet, Yvonne? Of, Ja. Dit najaar, dan komen ze weer. Oh, leuk. Ik ben nu even aan het ontboeren, hè? Ontboeren? Ja. Yvonne, jij bent iemand die meestal aan de andere kant van de actie staat. Kan je dat? Kan je je overgeven aan zo'n hele logistiek die niet de jouwe is? Ik vind het eigenlijk wel lekker. Oh ja? Dat ik dan... Ja, ik moet zo vaak de kar trekken, voor mijn gevoel. Of nee, dat is zo'n natuur om, als ik ergens kom, meteen het heft in eigen hand te nemen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het nu goed komt en dat ik lekker niks... Ja, ja. Ze zeggen wel eens van jou dat je een control freak bent. Ja. Ik wil het heel graag heel goed doen. Is dat control freak? Control is het wel. Freak weet ik niet. Volgens mij niet. Ik raak helemaal niet in paniek van dit of zo. Ik vind het heerlijk. Om het niet zelf te hoeven doen. Hmm. Maar ik vind het, hè, als ik aan jouw kant zit altijd, dan wil ik. Dan geef ik niet op voordat het is wat ik had gedacht dat het zou worden. En ben je dan leuk als het niet gaat zoals je wil? Nee, dan ben ik pas leuk als het wel gaat zoals ik het wil. Ja, het is je vastbijten in iets. En daarin, ja, dan, als dat niet lukt, dan heb je een hele slechte aan mij. Nu zullen de deuren misschien iets makkelijker voor je opengaan. En zal je iets meer krediet hebben overal. Want je staat nu bijna garant voor een behoorlijk kijkcijfer. Maar toen dat nog niet zo was, hoe gedroeg je je dan als het niet lukte? Als je niet kreeg wat je wou? Ik heb ooit, toen ik op de toneelschool zat, heb ik Antigone gespeeld. En heel vaak denk ik, shit, ik heb die tekst nog steeds. En ik wil alles en ik wil het nu en anders wil ik dood. Zegt Antigone dat? Zegt, moest ik toen zeggen. Zeg het nog eens. Ik wil alles en ik wil het nu en anders wil ik dood. Dat heb ik zo vaak gedacht. Ik zeg haar tekst weer. Maar dat is niet meer zo, want ik wil niet meer dood. Want ik heb nu een heel leuk leven met kinderen en een man, weet ik het. Maar vroeger was het echt wel zo. Was je vaak ongelukkig toen? Nee, ongeduldig. Als je in een soort... het gevoel heb, dat moet ik vertellen of dat moet ik maken. En het mag dan niet. Daar word je woedend van. Ja. Ik zei tegen iemand over jou dat ik jou zo schattig vond. En die iemand explodeerde bijna. Die zei, Yvonne, schattig? Ja, ik ben allesbehalve schattig. Maar dat denken mensen. Waarom? En dat hou ik lekker zo. Waarom denken mensen dat? Ik denk dat het... als je goed kijkt, denk je dat niet. Denk ik dan. Als je echt goed kijkt, ik doe bijna nooit iets schattigs. Nee, maar het is dat bedriegelijke uiterlijk, hè? Ja, gewoon blonde haren en leuk lachen wil je. Ja, en dat, ik weet niet, dat hoofdje. Ja, maar ik... Maar je bent dus een echte vechter.
Ja, nou, ik ben niet... Nee, ik denk ook helemaal niet dat als ik schattig was, dat ik hier dan zou zitten. Want dan was ik veel te lief en dan zou ik over me heen laten lopen. En dan was ik al lang in de mist opgegaan of heel ongelukkig geworden. We hadden je gevraagd om een persoonlijk voorwerp mee te nemen. Wat heb je uitgezocht? Ik heb Liesje meegenomen. Liesje? Dit is Liesje. Die heeft veel te lijden gehad. Nou kijk, mijn moeder had vroeger een pop, die heette Liesje. Dat was haar enige speelgoed. En zij had heeft vijf broers en vijf zussen. Ze zijn met z'n tienen thuis. En haar broers hebben Liesje begraven. Om te pesten. Gewoon zo, achterin bij de boerderij, Liesje begraven. Dat zijn broers toch hels? Dus mijn moeder heeft haar hele jeugd gezocht naar Liesje. Dus toen ik geboren werd, kreeg ik van haar Liesje. Daar heb ik natuurlijk heel erg veel mee gespeeld. En het leuke is nu dat mijn dochter weer met deze Liesje speelt. Dus Liesje gaat gewoon generaties mee. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel. And ain't the Lord, no, I'm just a fool. Rob, we zijn een paar uurtjes bezig. Jij. Hoe is het je vergaan tot nu toe? Ja, ik begin met een soort schim. Het is een soort van silhouet. Dat begint er nu aardig in te komen. Dus ik begin haar er nu in te herkennen. Dus nu ga ik het verkleinen. Dus detailleren. Ja. Iets kleinere kwastjes. En Rob, wat heb je voor bril? Dat is een bril waardoor ik de kleuren sommige kleuren wat beter kan zien. Dat je kleurenblind bent? Dat ik dus kleurenblind ben. Dus Kijk. Het is eigenlijk, te checken. Maar wat ik zie, is wat ik meng. Dus in principe maakt het niks uit. Grappig, hè? Kleurenblinde schilder. Vind ik ook wel weer iets hebben. Ja, het is wel een aparte handicap met mijn werk. Fred, in grote stilte en concentratie heb je nu al een paar uur staan werken. Waar zit nou het knelpunt bij dit model? Nou, geen? Ik zie geen knelpunt. Nee, hoor. Nee. Er zit geen knelpunt. Nee, het lastigste wordt misschien nog om de achtergrond. Maar dat zal ik dan voor een groot gedeelte moeten verzinnen. Dat is misschien het lastigste. Is het al helemaal, ook qua uitdrukking, waar je op door kan? Of heb je het al? Nee, het is nog lang niet af. Want ik vind dat ze op mijn ding erg zagrijnig kijkt. En dat moet nog wat leuker en wat vrolijker. Dus nee, ik ga er nog gewoon de komende 14 dagen hard op door. Mm. Nou, ik laat je lekker weer aan het werk. Ja, oké. Ans, jij zoomt zo ongelooflijk in op dat gezicht. Dus jij weet als geen ander, wat is nou kenmerkend voor Yvonne? Wat ik het eerste in haar zie, zijn die ogen. Die hebben een soort intensiteit. Mm. Dat probeer ik te doen, want ze is wel blond, maar ze heeft hele sprekende ogen, wat je niet zo vaak ziet. Meestal hebben donkere mensen veel meer expressie. Maar ook die mond, het plaatje past. Het is helemaal compleet. Is het lekker om te schilderen? Ja, goed gezicht om te schilderen, vind ik wel. De kunstenaars werken nog even verder, maar zonder Yvonne. Want wij zijn naar haar ouderlijk huis gelopen. Een plek met veel herinneringen. Yvonne, we zitten hier op het tuinpad van je vader. De tuin van je jeugd. Ja. Wat heb jij eigenlijk meegekregen uit die jeugd? Ja, ik heb dus echt een Jip en Janneke jeugd gehad, letterlijk, hè. Hier in de heg, daar zat een gat. Daar woonde mijn buurjongen. En we gingen letterlijk door die heg heen en weer. Hier op het kerkplein, daar hockeyden. En dan ging de bal in een van die oude graven. En dan gingen we met die hockeystick zo in die graven die ballen weghalen. Het was een jeugd, nou, zoals ik hem ook aan mijn kinderen zou willen geven. Jij woont nu in Amsterdam met man en twee kleine kinderen. Heb je werk in die televisiewereld? Is dat dan eigenlijk wat je jouw kinderen wil meegeven? Mijn moeder zegt heel vaak, ach stop toch, ach stop toch.
Er is vanuit mij thuis geen enkele push, welke richting op dan ook. Er is ook, ze zijn wel belangstellend, maar het gaat er eigenlijk nooit over. Maar hoe krijg je het van elkaar dat je kinderen ook zo'n soort kostbaarheid meekrijgen, waardoor ze wortelen in het leven? Dat is een ding. Ik denk dagelijks aan verhuizen naar een dorp. En dat gaat ook wel gebeuren. Ik moet nog even een mooi huis vinden. Wat hieraan, eigenlijk wel dit huis. Maar een huis waar een geschiedenis ligt. En ik vind het ook wel een hele grote stap. Want ik woon ondertussen even lang in Amsterdam, dat ik ooit hier heb gewoond. Maar ik heb het gevoel dat ik het in Amsterdam ook niet kan geven. En dat denk ik niet dat kinderen die in Amsterdam opgroeien minder gelukkig zijn. Maar het is gewoon dat wat je zelf hebt gekregen, wil je doorgeven. Dus dat is een heel egoïstisch ding eigenlijk. Uiteindelijk denk ik dat mijn kinderen dorpskinderen moeten zijn. En nooit bang dat je denkt, over 3 jaar zit ik misschien met die 2 schattige kinderen die dan inmiddels naar de basisschool gaan in dat dorp, wat ik zo graag wou, en bij de telefoon te wachten. Kan toch? En wie moet er dan bellen? Ja, dat vraag ik aan jou. Nee. Ik denk, ik ben gewoon niet bang. Ja, als ik toch... Ik zou het zo slecht vinden als ik ooit dacht naast een telefoon te moeten gaan zitten totdat er iemand van de televisie belt of ik mijn kunstje wil komen laten zien. Dat zou ik zo slecht vinden. Daar gaat het leven toch niet over. Dan zou ik echt mezelf streng toespreken. En ga iets anders doen dan. En waar gaat het leven wel over? Over die 2 ukkies. Over de liefde. Over je familie. En niet over kijkcijfers. Yvonne, redelijk lange dag is ten einde. Heb je nog een wens dat je zegt, ik hoop dat ze niet dit of ik hoop dat ze wel dat? Ja, jezelf aan de muur hangen, als het alleen maar mijzelf is, dan ga ik dat niet doen. Maar als er moet een beetje humor in zitten, er moet een grapje in zitten. Een niet bloedserieus, zwaarmoedig schilderij voor als ik later dood ben. Nee, het moet niet een heel serieus schilderij zijn. Maar ja, dat zeg ik nu en dan vind ik die straks het mooist. Maar dat denk ik nu. Ja. Verheug je op de onthulling? Ik kan niet wachten. Ik ga dadelijk stiekem kijken. Daar zie ik je ook wel voor aan. Ja. Gewoon stiekem kijken. Ja, wie houdt je tegen? Niemand, toch? De poseersessie zit erop. Yvonne viel duidelijk in de smaak bij de kunstenaars. Maar de komende 2 weken zullen ze het zonder hun model moeten doen. Alhoewel, Yvonne heeft ze die avond nog wel stiekem even allemaal gebeld. Een week later. Rob heeft inmiddels flink wat werk verzet. Maar niet alleen aan het schilderij. Rob, lange dag gehad daar in Bokstel poseren. Hoe is het daarna gegaan eigenlijk? Dat ik 's avonds weer terug was in Uitgeest, werd ik gebeld door Yvonne. En die belde eigenlijk omdat de afscheid een beetje rommelig was geweest. Dat was heel leuk. En toen vertelde ze dat ze daar vaak naar een natuurgebied ging, wat de Campina heette. En dat ik daar, als ik dat leuks vind, daar ook maar eens zou moeten gaan kijken. En ze had het ook over de grote kerk in Bokstel. Die stond naast haar ouderlijk huis, dus ze heeft een grote rol gespeeld, ook in haar leven. En toen ben ik eigenlijk de volgende dag weer teruggereden naar Bokstel om te kijken van hoe ik dat zou kunnen verwerken in mijn schilderij. En dat is dus de achtergrond geworden, de plek waar het uiteindelijk is geschilderd, voor mijn gevoel. Wat voor wereld heb je geschapen rond Yvonne? Nou, ik heb geprobeerd om mijn gevoel iets bij haar te ontdekken. Uiteindelijk is dat dus toch een soort symbolische wereld geworden, waarvan ik hoop dat zij zich, waar ze zich prettig in voelt. Speelt het een rol wat ze er zelf van zal vinden? Ja, absoluut. In welke zin? Een schilderij moet iets met je doen. Dus als het niets met haar zou doen, dan zou ik het wel jammer vinden. Heeft Fred Yvonne vrolijker op het doek gezet?
Wist jij wie Yvonne was eigenlijk voordat we begonnen? Jawel, van Klokhuis. Dus met de kinderen keek ik wel naar Klokhuis. Maar de programma's die ze daarna gemaakt heeft, die had ik niet gezien. Nee. Maar haar naam was wel bekend bij mij. Ja. Heb jij iets van haar wezen, van haar psychologie in je schilderij willen leggen? Nee, helemaal niet. Oh nee? Nee, dat probeer ik ook niet. Want ik vind het zelfs heel raar om te denken dat je, als je iemand ziet, dat je dan iets van zijn psychologie zou kunnen ontdekken of zo. Maar je hebt er een hele dag gade geslagen. Ja, maar ik maakt niet uit. Ik schilder wat ik zie. In welk stadium is dit schilderij? Nou, ik ga er natuurlijk nog wel op door. Dus dan begin ik gewoon weer bij het gezicht opnieuw te schilderen. En dan op een gegeven moment is de tijd op en dan is je klaar. Maar als ik het goed begrijp, bekijk jij zo'n model gewoon puur technisch? Hè? Ja, en niet, ja, als je dat technisch noemt, nee, niet naar, nee, want dat, nee. Niet naar, wat drijft haar, wat zal er achter die ogen zitten, nee, wat voor karakter? Nee, maar dat vind ik ook onzin. Oh ja? Ja, ik heb niet het gevoel dat je iemand kunt kennen. Ik ken mezelf niet eens, dus. Oh nee, dat kun je dat niet aan doen. Nee. Zeg, je moet nog iets meer uitdrukking krijgen, toch? Ja, nee, dat vind ik ook wel. Dus ik hoop dat er nog in komt. Ans was vorige week ontzettend blij met Yvonne als model. Je hebt twee schilderijen gemaakt. Vertel. Meestal doe ik dat ook. Ik maak van een opdracht vaak twee doeken. Maar nu vond ik het extra, omdat ik binnen 14 dagen iets af moest hebben. Dus ik schilder net zo snel twee als één. Ik heb toch het gevoel, als ik ze allebei zie, hoor, die portretten, dat ze laat zich wel zien, maar ze zegt ook van, helemaal krijg je me niet te zien. Juist. Nou, dat is het. Dat is het. Ze heeft natuurlijk gelijk. Natuurlijk heeft ze gelijk. Wie laat het achterste van zijn tong zien? Want dan ben je... Maar zij ook niet hier. Nee hoor, nee. Volgende week is die onthulling. Er mag er maar één mee. Welke wordt dat eigenlijk? Ik ben allebei nog bezig. Die maak ik af. Dus ik weet nog niet wat eruit gaat komen. En die, dat is die? Die is de achterste die daar op die tafel staat. En hier ben ik al aardig mee gevorderd. En het zal mij benieuwen wat daar verder nog uitkomt. En daar hangt het dan af. Eindelijk is het zover, de dag van de onthulling. De drie kunstenaars hebben hard naar deze dag toegewerkt. En Yvonne Jaspers, die kan haar nieuwsgierigheid nauwelijks bedwingen. Hier in het Van Gogh Museum in Amsterdam zal zij zo dadelijk voor het eerst de portretten zien. En dan zal zij moeten beslissen welk van de drie ze mee naar huis neemt. Zometeen zien we dus de reactie van Yvonne op de uiteindelijke kunstwerken. Nu eerst een ander schilderij. We staan hier in het depot van het Van Gogh Museum. Ik zal maar zeggen, de schatkamer. En ik sta hier met Leo Jansen. Hij is conservator schilderijen. En we staan voor een Bonnard. Nou, Bonnard is een hele bekende impressionist. Maar dit werk ken ik helemaal niet van hem. Nee, we zijn bij het Bonnard denken veel mensen aan kleurige stillevens. Tuinen, zijn vrouw die in en uit het bad stapt. Ja. Maar dit is een wat vroeger schilderij uit de jaren 90 van de 19e eeuw. En het is een uitzicht uit zijn kamer of zo? Het is een uitzicht uit zijn atelier. En hij kijkt dus zo naar beneden over Montmartre, de wijk waar heel veel kunstenaars in die tijd zaten en werkten. En we zien Montmartre bij avond. Het heeft ook geregend, want de verlichting van de etalage zien we weer schijnen in de straat hier. En het is ook een heel erg bijzondere compositie, want hij heeft eigenlijk iets heel ongewoons gedaan. Hij heeft een plat, grijs vlak midden in de compositie gezet. En daardoor valt die compositie als het ware in twee helften uiteen, die allebei hun eigen spannende dingen hebben. Dus het is een heel erg, er zit heel veel in. Het is een Bonnard, wat wil zeggen geen Van Gogh. Toch, het Van Gogh Museum. Hoe belangrijk is dit stuk dan voor jullie? Het is een heel belangrijk stuk, want we willen Van Gogh uit zijn isolement halen. Hij maakt natuurlijk deel uit van een groep van moderne kunstenaars die nieuwe dingen wilden. En we willen dus ook tonen hoe dat na hem verder gegaan is. En dat betekent dat je dus af en toe echt even stevig uit moet pakken. Want het zijn geen kleine aankopen. Dat is dus voor een museum als het ons alleen maar mogelijk als we gebruik kunnen maken van de steun van de Bank Giro Loterij. Want daar zonder zouden we het absoluut nooit kunnen doen. Ja. Thank you.
Zo de onthulling. Nu eerst verder met de Ton van Rom. Heel veel gelukkige winnaars onder de deelnemers aan de Bank Giro Loterij ook weer deze week. Maar de Ton van Rom, die gaat naar een winnares in de haven van Medemblik. Bent u de kapitein? Nee, de kapitein die staat daar. Mijn naam is Brandstede. Mag ik aan boord komen? Dank u wel. Ik zoek mevrouw Van Meegen. Goh, meneer Brandstede, in eigen persoon. Zegt u maar Ron hoor, ik heb iets bij me. Zal ik het laten zien? Sta je goed? Ja? We liggen nog in de haven, we maken nog geen deining. Maar ik ga wel zorgen voor een beetje deining. Ik ga het tonnetje openmaken, Mario. Kijk eens even. Ik heb al 4 nullen, Mario. Nee. Ik heb 5 nullen, Mario. Nou. Van harte gefeliciteerd. Ton. Als u thuis ook wil weten of u in de prijzen bent gevallen, raadpleeg onze website. Kunt u zien wat de trekking van deze maand is. En Hanneke, we gaan nu terug naar jou. Want in Sterren op het Doek gaat het nu ook heel spannend worden. Dag! Inmiddels is Yvonne gearriveerd in het museum. Nog even. En ze zal zichzelf in drievoud zien. Nou, het is bijna zover. Zometeen gaat Yvonne de drie portretten van jullie onthullen. Ze zit zelf in een andere ruimte, heel nieuwsgierig te wezen. Maar mijn vraag is, hoe is het met jullie nu, Ans? Ik had nergens last van, maar nu krijg ik een beetje raar gevoel. Je hebt de andere werken gezien, denk nou, je niet? Ik hoop dat ze mij kiest. Nu ik ze gezien heb, hou ik mijn hart... Nee, hou ik niet mijn hart vast. Nee, dat is het niet. Het is een kwestie van smaak. Ja. Ja, Rob, hoe zit jij erbij nu? Nou, dat ik hierheen ging, had ik een beetje het gevoel dat ik naar de slachtbank reed. Slachtbank. Maar nu ben ik eigenlijk helemaal zen. Je bent zen. In mijn zen. In midden van de Van Goghs denk je, dat kunnen we wel hebben. Ja. Ja. Fred, ben je tevreden? Ik ben wel heel tevreden zelfs. Ja? Ja. Ik verzoek jullie om in een andere ruimte even te wachten, opdat zij echt eerlijk en niet gehinderd door ontzag voor jullie kan reageren op de schilderijen. Dus zouden jullie daar willen wachten? Ja. Yvonne, hier staan ze. Hier sta jij. Hoe voel je? Ik vind het heel spannend. Heb je er veel aan gedacht de afgelopen weken? Ja, en ik heb me ook wel een beetje bezwaard gevoeld eigenlijk dat zij alsmaar met mijn hoofd bezig waren en ik al heel andere dingen deed. Oh, je hebt andere dingen gedaan. Ik heb andere dingen gedaan. Ik heb niet zitten wachten. Oh, nee. Maar dat je toch denkt, er zijn nu drie mensen die zijn daar heel erg mee bezig. Ja, ik kan niks meer doen. Nee. De schilders zitten ergens anders. Ze zijn heel zenuwachtig. Jij vindt het spannend. Ik denk dat we misschien eens moeten gaan onthullen, hè? Ja. 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 Ik ga naar het eerste schilderij. Komt-ie, Yvonne. Ja. Ja. Ik weet dat ik heel vaak zo kijk. En dan zeggen mensen altijd... Ik kan er niet lachen. Je bent het helemaal. Ja. Zal ik naar nummer 2 gaan? Ja. Komt nummer 2. Hou je vast. Ah! Dat is ook heel gek. Het is totaal anders. Het is een beetje de Japanse versie van mezelf. En wat voor gevoel geeft dit je? Ik ben daar. Tussen die en die zit 40 jaar. Maar er is er nog één, hè? Er is er nog één. Hou je vast. Dan komt hier, Yvonne, nummer 3. Ah, die pop. Ons Liesje. Dit zijn ze alle drie. En ik laat je nu alleen met de schilderijen. En je moet kiezen. En mag ik dan dichtbij komen? Je mag zo dichtbij komen als je wil. Ik wens je ontzettend veel plezier. Dank je wel. Het is de Afrikaanse haan op mijn hoofd. Leuk.
een mooi vest geworden. Dat is moeilijk. Nou, ik weet het eigenlijk al. Valt Yvonne voor de fantasiewereld van Rob? Het close-up portret van Ans? Of neemt ze het verstilde schilderij van Fred mee naar huis? Yvonne, hoe was het kiezen? Ja, eigenlijk kan je gewoon niet kiezen. Dat kan natuurlijk niet. Die werken hebben niks met elkaar te maken en die kunstenaars hebben niks met elkaar te maken en toch moet je kiezen. Ze hebben met elkaar te maken, het is allemaal jou geportretteerd. Ik lijk wel een boer. Dat ik dan tussen drie vrouwen moet kiezen. Ik weet nu hoe het is. Je moet kiezen, zeg ik dan. En dan zeg ik ook. Jij nu. Je moet kiezen. Je moet kiezen, dus dat doe ik ook. Dan ga ik je nu vragen, wat gaat er niet mee naar huis? En waarom niet? Ik neem Ans niet mee naar huis. Wat niet iets over het werk zegt, maar over... Ik heb het gevoel dat ik dat was. Het is een beetje tussen mijn dochter en mij in, dit. Nee, ik kies het misschien ook wel niet omdat ik denk... mijzelf zo groot. Elke dag. Ik heb al genoeg aan mezelf, zeg maar. Oké. Okay. Dan zijn er nog twee over. Ja. Ja. Wie ik ook niet mee ga nemen... is Fred. Heb je nog wel iets over... Ja, ik vind, dat is natuurlijk een prachtig schilderij. Het is hooguit wat ouder dan ik ben. Of me voel. Het is nog moeilijk om jouw leeftijd goed op het doek te krijgen. Dat is moeilijk, hè? Dus Ans te jong, Fred te oud. Ja. Ja, het blijft eigenlijk over. Ja, die. Die wordt het, omdat... daar zit zo'n verhaal in. Zo is het. En de Campina zit erin. En die haan op mijn hoofd, die staat met mijn ouders in de tuin. Op het prieel. En de kerk zit erachter. Alleen, ik ben daar wel hondsmoe. Kan je me niet nog een make-upje geven? Ja hoor. Ja, is goed. Ja, vind je je moe eruit zien? Ik vind dat ik er heel moe uitzien. Maar misschien ben ik dat ook wel. Zie ik er wel echt altijd moe uit. Goed. Geef elkaar een kus. Ik vind het hartstikke mooi. Het is gelukt. Yvonne heeft gekozen. Het schilderij van Rob de Reus gaat met haar mee naar huis. De andere twee schilderijen worden geveild voor een goed doel. En als u daar meer van wil weten, kijk even op onze website. En wie weet is een van die twee werken binnenkort wel van u. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Bank Giro Loterij.